Het Stedelijk Museum in Amsterdam, het eerste museum in Nederland dat op werkdagen ook 's avonds open is, herbergt onder de naam Lucht-kunst een merkwaardige expositie van projecten en objecten die zonder de toevoer van lucht volkomen vormeloos zouden blijven. Het zijn veelal in plastic uitgevoerde werken van verschillende in Amerika levende kunstenaars. Door een ventilator bewogen draperieën zijn heel wat ingewikkelder dan de luchtkunst die elke bezoeker hier kan produceren, als bewijs van de vormverandering van een gesloten object door lucht. De in Mexico geboren Arturo Cuetara gebruikte de uitlaat van een stofzuiger om tafeltennisballetjes in een kwikbad in beweging te brengen. Van Gerald Hayes hangt er deze zogenaamde ruimte-envelop van dunne plastic folie. De ruimtevaart blijkt andere kunstenaars te inspireren tot grote luchtgevulde objecten, veelal van aluminiumfolie, die door zacht zoemende ventilatoren in constante beweging worden gehouden. De vaak bizarre wijze waarop 11 Amerikaanse kunstenaars vorm gaven aan hun fantasieën over lucht maakt een bezoek aan deze expositie op zijn minst tot een boeiende ervaring.